but you won't let me love you. Yeah! Party people all around the town. This is the ODB, kid. Once again, coming to your area. And I'm gonna tell you one time, you gon' love this. I'm the one. Meneer Roeper, en die gaat ons wat vertellen over de cocktailvogel. Hij heeft de leven gewoond van de dieren. En hij wat eten die beesten zo al, meneer Roeper? Goedendag allemaal, kijkers thuis. Ik mag even vertellen over de cocktailvogel. De cocktailvogel. Geloof het of niet, is aankomen vliegen uit Rusland. Ze hadden wind mee dit jaar, dus ze zijn eerder dan verwacht in Alkmaar aanbeland in deze prachtige natuur. De cocktailvogel is overheersend bij paarden. Bij paarden en ponies wordt die flink gezocht. Dus wij zijn aan het zoeken naar de cocktailvogel. We zijn losgeslagen in Alkmaar. Denk zo maar dat we een paar hebben gevonden. Kom maar met me mee. Denk zo maar dat we een paar hebben gevonden. Kom maar met me mee. Meestal kan je het zien aan het kleine bloemetje met het blauwe randje. Even in. Ja? Volgens mij ziet ik hem, ja. Ziet u? Dat cactavogel is geweest, want een cactauwvogel. Maar... doet hij om het bloemetje heen, zoals de cactavogel het hoort te weten. En zoals de. Pluisje. Ziet u het pluisje hier ook? Ja, inderdaad. Het pluisje is inderdaad het teken dat de cactauwvogel hier is geweest. We gaan verder zoeken. Een lokroep of zo? Of een, De cactauwvogel is het allerbangst voor stierenstront. Oh. Voor stierenstront is de cactauwvogel echt bang. Maar een cactauwvogel wil alleen maar overleven. Heeft de cactauwvogel. Denk er maar aan één ding. En dat is paringsdrift. De paringsdrift. Dan is hij op zoek naar paringsdrift. Daar is hij op zoek naar. Ik zag het aan het blaadje. En vervolgens gaan we nu verder kijken waar hij is. Step into a world where there's no one there. Boek. Nou, vraag maar, beste Rob. Wat eet die cactauwvogel eigenlijk? Die cactauwvogel, ik zal jullie vertellen. We zijn in Alkmaar. En we komen de cactauwvogel. Cactauwvogel. Oké, dan gaat het goed komen. Als je nou neer een keer indrukt. Ja. Zo, kijk, nu neemt hij op. En heel langzaam bewegen zo. En dan kom je zo bijvoorbeeld bij jou. En dan zoek je gezicht gelijk. Dan zeg je van, hey Rob, alles goed? Ja hoor. Ja hoor, yes. Oh, wacht even. Even kijken waar ik moet gaan staan. Ik sta daar tussenin eigenlijk, hè? Voor het beetje. Ja. Oké. Okay. Deze gaat nu aan. Tel even op drie, dan gaan we tegelijk in start. Kan ik hem aan? Nee, drie en dan gaan we in start, goed? Oké. Okay. 1, 2, 3. Yes, yes, y'all. You don't stop. KRS-One.